Met het doel alle milieuactoren te informeren over de nationale milieustructuur, heeft het kabinet van de president een nationale milieuactorendialoog georganiseerd. Zij deed dat in samenwerking met de United Nations Development Programme, UNDP. De afdeling Coördinatie Milieu van het kabinet, die de trekker is van dit dialoog, wilde hiermee ook de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid ter discussie stellen. Armstrong Alexis, de regionale vertegenwoordiger van de UNDP, is blij met dit initiatief. Hij zegt dat meer dan 95% van de middelen afkomstig van de UNDP aan Suriname wordt toegewezen voor de uitvoering van het milieubeleid. In 2018, the UNDP has mobilized in excess of $15 million for projects on forestry, climate change, biodiversity, ending the use of mercury in small-scale gold mining, and addressing the main drivers of deforestation. We have expended in excess of $5 million in our various projects on environment in Suriname. Given this significant investment, we are keen to gain an understanding of the structures that we will have to collaborate with henceforth, to ensure efficient management of the resources and achievement of results. Armstrong Alexis, regionale vertegenwoordiger van de UNDP, dat zegt dat tussen 2013 en 2018 15 miljoen Amerikaanse dollar is vrijgemaakt voor milieuprojecten. Enkele zijn klimaatsverandering, het stopzetten van kwikgebruik in kleinschalige goudmijn en ontbossing. Op de Nationale Milieuactorendialoog is onder andere de geschiedenis, de huidige ontwikkeling en de toekomst van het milieubeleid gepresenteerd. Winston Lakin, ambassadeur Coördinatie Milieu van het kabinet van de president, zegt dat dit beleid samen met anderen uitgevoerd moet worden. Dit is de eerste aanzet. Het ligt natuurlijk in de lijn verwachting dat we binnen hele korte tijd doorgaan in iets kleinere groepen om dat wat vandaag uit de bus komt scherper te stellen, zodat we de juiste methodologie en de juiste organisatiestructuur in place kunnen zetten, zodat dit gedeelte van het milieu, welke rechtstreeks gekoppeld is aan ons ontwikkelingsprogramma 2021 en straks ook daarna naar 2030, dat het fundamenteel een onderdeel moet gaan worden van wat Suriname moet gaan doen voor wat betreft het milieu. Winston Lakin, coördinatie milieu van het kabinet van de president, vandaag tijdens de Nationale Milieuactorendialoog, die gehouden is in de ballroom van Torarica. Het doel van de bijeenkomst was alle milieuactoren te informeren over de nationale milieustructuur.